Hey jongens, ik ben Dennis aka Danske en vandaag heb ik voor jullie weer wat GTA 5 gameplay. En de gameplay is van GTA uh, 5 singleplayer. En het is met Franklin en ik rij hier in een rode cheetah. Dus voor de mensen die willen weten wat het is, dit is dus een cheetah. En uh, op zich best vet auto, hij is ook niet zo heel duur. Hij is goedkoper dan die, uh, die Bugatti en die Infinity. En trouwens, die Bugatti heet in dit spel De Adder als je niet weet waar ik het over heb. In ieder geval, deze kost volgens mij iets van 700.000 of zo, en die andere twee al gelijk 8 en een miljoen. Dus um, ja, leuk auto om te kopen. Hij lijkt een beetje op de Ferrari Enzo slash uh, Pagani Huayra. Dus uh, ja, een wagen in ieder geval. Waar we het verder over hebben is over een, uh, een gratis DLC die naar GTA komt. En uh, deze DLC zal uh, voor het grootste gedeelte voor uh, GTA Online zijn. Maar werkt ook een klein beetje voor de singleplayer. Dus ik zal even verder uitleggen wat het is. Dit is dus een gratis DLC. En uh, die komt uh, vanaf volgende week, uh, nee sorry, vanaf volgende maand... Komt die beschikbaar uh, op de PlayStation 3. En uh, ze hebben verdergens niks over de Xbox te zeggen. Maar persoonlijk denk ik toch dat het tegelijkertijd op de Xbox komt. Aangezien ik uh, niks heb gehoord over een speciale deal tussen uh, Sony en GTA. Dus als ik het fout heb, laat even achter in de comments. Dan zal ik het uitzoeken. Maar uh, volgens mij komen ze dus gewoon tegelijkertijd op de Xbox als op de PlayStation. En het is dus een gratis deel C. En uh, ja, wat ik er nou van heb gehoord, klinkt het best wel veelbelovend. En uh, ik zal even uitleggen wat er dus allemaal uh, in die deel C zit. Dus uh, de DLC heet uh, de Beach Bump Pack. En deze zal onder andere uh, nieuwe, uh, nieuwe wapens brengen, nieuwe auto's. Uh, Verder de rest um, meer tatoeages, uh, meer haarstijlen en uh, volgens nog meer mogelijkheden om je personage aan te passen. En uh, dat klinkt dus op zich allemaal best wel goed. En trouwens zijn er zijn nog wat meer dingen, daar kom ik zo meteen nog op, maar als eerste deze dus. Uh, nieuwe wapens, nou dat is natuurlijk super vet. En nieuwe wagens, ja nieuwe slash auto's, zelf dus. Uh, ja, dat is ook vet. Uh, persoonlijk ben ik benieuwd uh, wat voor dingen en hoeveel we kunnen verwachten. Want natuurlijk, het is meervoud. Het is wapens en auto's. Maar uh, als we bijvoorbeeld maar twee in doen of zo van elk, dan is het nog steeds uh, meervoud natuurlijk. Alleen dat zou wel een beetje balen zijn. Ik hoop wel dat er een stuk of tien auto's in komen of zo. Weet natuurlijk niet hoeveel en wat en zo. Maar uh, bij auto's verwacht ik heel veel buggies. Want toevallig is er al een afbeelding geleakt. Die zal ik nou uh, in de video plakken. In ieder geval, dat is dus van een strandbuggy. Dus ik denk dat we heel veel van dat soort dingen kunnen verwachten. Ik hoop dus niet. Ik hoop echt dat we gewoon wat uh, fatsoenlijke auto's kunnen verwachten. Maar um, ja, daar is dus verder rest nog niks over bekend. Nou, deze wapens en deze auto's zullen zowel in, in singleplayer als in multiplayer beschikbaar zijn. Dus deze dingen kun je dus ook in de singleplayer krijgen of kopen, hoe dan ook. En uh, ik ben op zich wel benieuwd hoe ze dat uh, precies gaan doen in de multiplayer. Of je die dingen gewoon gratis kan uh, ophalen of zo, of kan kopen. Of um, ja, dat je het uiteindelijk nog moet kopen. Dus ja, ik, ik ben benieuwd. Ik hoop toch dat je er wel wat geld voor moet betalen. Dat er toch wel wat vette auto's tussen zitten. En trouwens, laat in de comments achter wat voor auto's jullie graag terug zouden zien in GTA Online. Of ja, gewoon in een DLC van GTA. Want uh, er zijn wel wat dingen die ik echt enorm vet zou vinden. Voor mij heel veel tuners en heel veel uh, drift auto's ofzo. En als ze dan ook een soort van drift DLC zouden uitbrengen. Waarbij je auto's bijvoorbeeld beter sliden ofzo. En dan zonder cheats, want er zijn van die cheats. Maar ik wil geen cheats gebruiken, want dan kan ik het spel dus niet meer 100% halen. En cheats werken als het goed is ook niet voor online. Dus daar zou je zou er nog niks aan hebben. Dus ik zou het liefst gewoon uh, ja, wat ouders, zoals een uh, Nissan Skyline of zo. Zo'n oude, die zijn echt super vet. R34. Dat zou echt de enige auto zijn die ik heel graag terug zou willen zien. Of een Toyota Supra of iets in die richting. Nissan 370Z. noem maar op. En um, ja, laten jullie maar even achter in de comments wat jullie graag zouden willen zien. En um, ja, ik ben benieuwd. Ik uh, ben benieuwd wat jullie allemaal zullen plaatsen. In ieder geval, verder rest, uh, dat is natuurlijk nog niet alles wat er in DLC zit. Er zullen verder rest uh, nieuwe gang attacks inzitten. Uh, nieuwe survivals. Dus dan denk waarschijnlijk aan nieuwe plaatsen waar die survivals zijn. Um, uh, less team standings. Uh, meer parachute jumps. Uh, nieuwe deathmatches en nieuwe races. Nou, zoals jullie nu horen, het is op zich best een uitgebreide DLC. Vooral omdat het natuurlijk gratis is. En heel veel mensen denken gelijk dat ze het express doen vanwege alle multiplayer problemen. Maar dat is niet het geval. Deze DLC stond al gepland voor gratis. Uh, ja, gratis release, zeg maar al voordat de game uitkwam. Dus dat is niet de reden. En voor iedereen die nou nog steeds niet online kan en die het mij daar gaat vragen in de comments: ik zou echt niet weten waarom ik wel online kan en jullie niet. En wat je eraan kan doen, ik zou het echt niet weten. Sorry jongens, ik kan jullie daar niet bij helpen. En ik vind het op zich best wel raar, want ik heb man, misschien net een weekje echt problemen gehad met, uh, met de multiplayer van GTA. En daarna kon ik eigenlijk gewoon moeiteloos online. En uh, het kan dus niet aan internetconnectie liggen, want ik heb waarschijnlijk de slechtste connectie van iedereen die deze video kijkt. Dus uh, waar het wel aan ligt, ik zou het niet weten. Ik kan jullie er eigenlijk niet bij helpen. We kunnen best maar gewoon hopen dat uh, het snel gefixt wordt en uh, dat jullie dan gewoon online kunnen. Uh, Verder rest uh, nog iets nieuws over de content creator. En dat is best wel grappig, want ik was eigenlijk helemaal vergeten dat het in de game zat. En ik zal even uitleggen voor iedereen die niet weet wat het is. De uh, content creator dat is een, uh, een mogelijkheid voor online dat je je eigen races kan maken en je eigen team deathmatches. En uh, deze is nog niet gelijk uh, gereleased met uh, de multiplayer, die kwam pas later dus. En uh, ik was het al vergeten, dus uh, op zich wel mooi om dat nou te zien. Van, oh, dat komt er nog aan, dus nog iets nieuws. En uh, ik zal het even uitleggen dus. Uh, als jij je eigen races maakt bijvoorbeeld, dan kunnen andere mensen die kunnen die spelen, die kunnen ze beoordelen. En als je heel goed beoordeeld wordt, dan kan die in een Rockstar Verified lijst komen. En dat uh, is dus een lijst met alle beste races en team deathmatches die mensen hebben gemaakt. En uh, die kun je dus spelen. En op zich is dat altijd heel goed voor, uh, voor multiplayer games. Dat andere mensen dus de mogelijkheid hebben om dingen te maken... Want daardoor um, ja, hou je eigenlijk de community gewoon fris. In de zin van. Uh, er zijn altijd mensen die leuke ideeën hebben. Die altijd weer nieuwe dingen maken. En zo is er altijd weer iets nieuws te doen qua races of wat dan ook. Dus dat is altijd wel iets positiefs. En um, deze komt dus in de herfst. Ergens in de herfst. Ik weet niet precies wanneer. Maar daar zullen we dus gewoon op wachten. En uh, we zien het van eigenlijk wel verschijnen. En die is dus ook gratis. Uh, Verder rest. Um, die 500.000 dollar compensatie die iedereen zou krijgen vanwege uh, ja, alle problemen, eigenlijk rondom de voortgang die mensen verloren in de uh, multiplayer. Zoals jullie misschien wel weten, uh, heel veel mensen hebben problemen ook met uh, multiplayer. Dat, uh, dat ze bijvoorbeeld een poppetje kunnen maken en dan kunnen ze even spelen en dan raken ze ineens alles kwijt. En dan moeten ze nou weer een poppetje maken. Dus we verliezen eigenlijk een voortgang. En uh, hiervoor uh, zou iedereen 500.000 dollar compensatie krijgen in de GTA multiplayer. En uh, ja, dit is nog steeds niet komen, zou eigenlijk afgelopen week komen. En de week daarvoor was ook al beloofd. En deze, dit bedrag komt dan in twee verschillende delen. Dus 250.000, en laat nog een keertje in 250.000. Nou, het is nog steeds niet gekomen. En Rockstar heeft gezegd dat ze de Express hebben gedaan. Omdat het nog steeds niet 100% gefixt is, zeg maar. Er zijn nog steeds mensen die hun voortgang verliezen. En ze willen niet hebben dat dadelijk mensen daar geld krijgen. Vervolgens volgens allerlei leuke dingen verkopen. En dan daarna weer hun voortgang verliezen. En dus ook geen geld meer hebben. Dus uh, daarom is dat nog steeds niet gereleased. Dus uh, ja. Het is kloten. Ik bedoel, ik zou ook graag die extra 500.000 willen krijgen. Maar ik snap het in principe wel. Als ze nog steeds bang zijn voor die problemen, dan is dat best om gewoon niet te doen. En uh, ja, ik bedoel, we zien het van ijs verschijnen. We krijgen het toch wel. En uh, we wachten het gewoon allemaal uh, netjes af. En um, ja, dat was eigenlijk alles een beetje over de multiplayer vergeten. Ja, verder is er eigenlijk niet uh, veel nieuws over, uh, over online. En uh, ja, wanneer dit allemaal gepatcht wordt, weet je wel, met die problemen met, uh, dat iedereen weer online kan, en met die karakters en zo, of personages moet ik eigenlijk zeggen, dan zal ik daar sowieso een video voor jullie over maken. Dan uh, weten jullie wanneer jullie online kunnen, dus jullie hoeven niet constant iedere dag te gaan kijken. Als ik weet dat, uh, dat er een patch is en die patch die verhelpt die problemen, dan uh, zal ik daar sowieso voor jullie een video over maken. Dus uh, ja, je kunt natuurlijk gewoon iedere dag gaan kijken, doet je het. Daar is een mogelijkheid. Want op zich, het zou moeten werken, omdat het bij mij dus ook gewoon werkt. Dus het hoeft niet per se gefixt te zijn met, de, met een patch. Misschien uh, dat het volgende week in bij jullie wel werkt. Ik weet het niet. Maar uh, trouwens, dit was echt een baasactie. <laughs> ik blaas een, Nee, wacht, er komt nu. Ik blaas gewoon een helikopter op met C4. Dat vond ik best wel badass. Maar in ieder geval uh, nog één trouwens een quick tip. En dat is voor de singleplayer. Heel veel mensen die, uh, die vragen me nog steeds van. Hoe zit dat nou? Hoe werkt het nou met dat investeren in, uh, in singleplayer? Hoe maakt ik nou zo snel geld? En ik heb er een video over gemaakt. En uh, als je die video niet hebben gezien, moet je even op mijn kanaal kijken. Daar kun je hem al vinden. Maar uh, ja, heel veel mensen weten nog steeds niet hoe het werkt. Nou, ik laat het even heel makkelijk uh, vertellen. Of laat ik het nou heel makkelijk vertellen, moet ik eigenlijk zeggen. Uh, investeer in Hawk little. <laughs> Dat klinkt misschien heel stom. Maar als je naar de telefoon en je gaat naar de internet, dan moet je wel even die video kijken. Als je helemaal, helemaal niks weet van investeren, dan moet je even die video kijken. Dan weet je precies hoe het, uh, hoe het gaat. In ieder geval hoe je dus op die pagina's terecht komt. in ieder geval, je gaat dus naar Barsack. En Barsack is dus een plek waar je kan investeren. Dan ga je naar Hawk little, en daar ga je al je geld op investeren. En Hawk little is voor wapens. En um, hier ging trouwens ook. Het was echt enorm lelijk. Ik kon niet in de helikopter stappen. Dus uh, toen was ik dood. Maar in ieder geval, investeer in Haken Little. En um, wacht gewoon. Uh, Haken Little update elk uur. Je hoeft dus het spel niet te spelen. En het, uh, het stijgt alsnog. Dus je geld stijgt gewoon zonder het spel uiteindelijk uh, te spelen. En uh, persoonlijk heb ik dat op die manier ook heel vaak gedaan. Alleen Trevor bij mij heeft nu al 80 miljoen winst gemaakt. En hij heeft in totaal iets van 110 miljoen op de bank staan. Dus uh, ik blijf daar gewoon constant geld op zetten. Dat geld blijft gewoon stijgen. Maar in ieder geval, uh, dit was de video van vandaag. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. En ik hoop dat jullie uitkijken naar die nieuwe DLC. En uh, zeker laat iets achter uh, welke wagens jullie graag zouden willen zien. En trouwens ook wel welke wapens. Dat is ook misschien ook wel leuk. In ieder geval, uh, ja, wapens interesseren mij niet heel veel. Ik heb het liefst gewoon uh, ja, vette wagens. Dus uh, laat me wat achter in de comments. En... Um... Ja, dan zie ik jullie de volgende keer weer. Dus tot dan en houden we.